En dan zijn er ook nog wat politici die zijn komen opdagen buiten. Aan mijn microfoon hier staat Tom van Grieken, nationaal voorzitter van Vlaams Belang. Meneer van Grieken, goedemiddag is het ondertussen. Hè? Goedemiddag. Ja, wat hebben jullie gedaan voor Music for Life? Er was een spontane actie onder onze medewerkers op ons nationaal secretariaat. En die medewerkers hebben een potje geld opgehaald. Ja. En ik vond dat zo'n sympathieke actie. Het bedrag dat ze hebben opgehaald als nationaal voorzitter graag verdubbeld. Dat is fantastisch, maar het was dus gewoon een simpele collectebus. Eigenlijk. Ja. De good old fashioned way, zo. Dat is de voorzittershoed. Hiermee wilt er een centje geven. En kijk eens aan bij deze. En jullie verdubbelen het dan. Ja. Fantastisch. Wat is het dan in totaal geworden? Welk bedrag? We zijn een kleine partij. We hebben niet zoveel medewerkers. Maar we hebben €1.037 opgehaald. Ja, dat vind ik al behoorlijk verdienstelijk, toch wel? Ja. Ja, en als nationaal voorzitter verdubbel ik dat. En als ik goed kan rekenen, is dat €2.074. Wauw, ik ga dat een mooie Vlaander geven, alsjeblieft. Maar ik wil natuurlijk graag weten naar welke VZW die opbrengst mag gaan. De VZW Moeders voor Moeders. Ik heb ooit de gelegenheid gehad, omdat ik met de initiatiefneemster haar zoon in de klas heb gezeten, heb ik ooit die werking kunnen aanschouwen. En dat heeft toch een blijvende indruk op mij gemaakt. Ja. Dus graag onze kleine bijdrage aan de VZW Moeders voor Moeders. Zo'n kleine bijdrage is het nu ook weer niet. En we zorgen dat die rechtstreeks bij Moeders voor Moeders terechtkomt. Dank jullie wel vanwege Music for Life. Merci daarvoor.